Het idee is om een jurk te maken van Royal Delft, keramiek. En nu staan we hier gewoon werkelijk bij Royal Delft in het atelier om te kijken of het realiseerbaar is. Dus het wordt spannend, het wordt leuk. En dit is echt de verse klei. Dit is echt ontzettend hoge kwaliteit klei. En het is ook hele zware klei. Oei, oei, oei. Dit is wel redelijk nieuw voor mij. Ik ben natuurlijk normaal gewend om met bloemen te werken. Maar ik moet zeggen dat klei wel echt een grote liefde van me is. Nou, je ziet in ieder geval nu dat ik heb op een manier een mal gemaakt die ze hier bij Royal Delft nooit zo zouden maken. En die mal die is nodig eigenlijk voor de kraag die we gaan maken. Nou, we zijn nu de malletjes aan het gieten. En deze tuutjes, dat zijn de tuutjes die eigenlijk op de tulpenfase gaan van Royal Delft. Alleen gaan we ze nu op een kraag zetten die het model omkrijgt. Martin is hoofd atelierwerkplaats hier bij Royal Delft. Is echt gigantisch expert op alle vlakken. Hij springt dus ook af en toe bij, geeft wat tips en advies waar nodig is. Ze komen erg mooi uit de mal, moet ik zeggen. Maar ja, ze hebben hier ook wel echt fantastische mallen. Het is klei, het werkt, het droogt. Je hebt maar een bepaalde hoeveelheid tijd om zoiets goed erin te zetten. Dit is een pers die ze hebben. En daar kunnen ze verschillende mallen in zetten. En we hebben nu de mal eigenlijk voor een Delfts blauw bordje. En die gaan we op de juiste grootte houden, dus de werkelijke grootte. Maar we gaan er ook een paar kleinere maken, die gaan we buigen. En dat wordt ook weer een onderdeel van de jurk. We staan nu bij de ovens van Royal Delft. Tijdens het bakken kan het misgaan. Er kan een luchtbelletje in zitten die explodeert. Het glazuur kan fout gaan. En dat maakt het wel een soort van intens en spannend. Want je weet het gewoon niet. Simon is hoofd schilderafdeling bij Royal Delft. Ik bedoel, ik heb natuurlijk wel ideeën, maar hij is degene die het schildert. En hij heeft wel wat werk voor zich liggen. Want het is natuurlijk best wel een hoop schilderwerk wat erin gaat zitten. Alles is uitgezet. Alles is gemaakt, staat nu allemaal te drogen. We hebben nu even gek gezegd hier niks meer te doen dan wachten tot het droog is en tot het de ovens in gaat. We gaan het zien als het de oven uitkomt of het ook echt gelukt is en geslaagd is.